Hi, mijn naam is Mark en welkom bij de nieuwe videoserie The Future Workspace. We beginnen deze videoserie met een drieluik over de fysieke werkplek. Vorig jaar zijn we verhuisd naar dit prachtige nieuwe kantoor in Het Kwadraat in Groningen. En daarbij hebben we een aantal keuzes gemaakt over hoe die fysieke werkplek eruit moest komen te zien. Je werkplek moet passen bij het soort werk dat je gaat doen. En daarom is het kantoor ingericht in zones en iedere zone richt zich op een speciaal soort arbeid. Bijvoorbeeld stiltewerkplekken. De werkplekken zelf zijn daarbij universeel. Ze zijn allemaal in hoogte verstelbaar, zodat je zittend of staand kunt werken. Maar alle componenten van de werkplek zijn iedere keer gelijk. De muis is van Cooler Master en dit is de Pro L. We hebben voor de Pro L gekozen omdat er een fatsoenlijke kabel aan zit en je niet wil dat er allemaal radiofrequente signalen door kantoor gaan als er veel werkplekken zijn. En deze is zowel linkshandig als rechtshandig te gebruiken. Dus je kunt hem gewoon aan de andere kant neerleggen voor de mensen die linkshandig zijn. Ook heeft hij de knop aan de zijkant waarmee je terug kunt, een prettig scrollwieltje. Het is niet de goedkoopste muis, maar hij is erg prettig in gebruik. De muis ligt op een SteelSeries muismat, een prettige muismat die het bewegen net wat fijner maakt. Ze zijn niet al te duur en daardoor makkelijk te vervangen als ze met de tijd wat vies worden. Niet iedereen gebruikt ze, maar je kunt ze makkelijk aan de kant leggen. We gebruiken op het werk zowel Windows-machines als Apples als Chromebooks en we wilden een toetsenbord hebben wat voor iedereen prettig gevonden werd. We hebben heel veel toetsenborden getest, maar uiteindelijk werd de Cherry als de meest prettige ervaren. Door zijn aanslag, die vrij licht is, toch lekkere tactile feedback. De knoppen voelden voor iedereen fijn aan. Het grappige is dat dit het goedkoopste toetsenbord is wat te vinden is. Hij komt uit Duitsland en volgens mij kost het nog geen 10 euro per toetsenbord. Vervolgens zijn we naar een dock gaan kijken of een laptopstand. En de laptopstand is van Kensington geworden. Deze gebruikten we al. Ze zijn in hoogte verstelbaar. Wat er een dikke pre was omdat we verschillende soorten laptops gebruiken. Ze zijn goed stroef zodat je laptop er niet zomaar achter vanaf schuift. En dat maakte dit een hele fijne universele laptopstand, waar we eerlijk gezegd qua looks liever voor een laptopstand van bamboe waren gegaan. En dan komen we bij de monitor, standaard Dell monitor, zuinig in energiegebruik, 27 inch. De kleurreproductie is goed, hij is standaard wel veel te blauw en veel te fel, waar de contentmensen niet altijd, de contentmakers niet altijd even blij mee zijn. En deze hangt aan een universele arm. De arm komt uit Duitsland, was identiek aan de armen die in Nederland werden verkocht, alleen aanzienlijk goedkoper. Deze arm kost zo'n 30 euro per stuk en we moesten er zeer veel van hebben. We hebben bijna 180 van deze laptoparmen besteld. Dus de prijs werd daarin een factor. Nadat die ingesteld is, bevalt die ook heel erg goed. Nu komen we bij het onderdeel wat het complex maakt. Voorheen had iedereen een vaste werkplek en daarmee ook alle aansluitkabels die daarbij horen. Maar we wilden hier universele werkplekken. Het mooie is dat daar een nieuwe standaard voor is uitgekomen en die standaard heet USB-C. Die kan niet alleen je toetsenbord en je muis aansluiten of je telefoon er bijvoorbeeld mee opladen. Nee, hij ondersteunt ook stroom via deze kabel en zelfs je monitor kan hij ermee aansturen. Op papier dus een ideale oplossing, maar nog lang niet alle apparaten bij ons ondersteunen USB-C. En dus moesten we een dock vinden, een apparaat wat dit allemaal kan aansluiten, wat zowel USB-C ondersteunt als de oude USB-standaard. En die vonden we bij Kensington. De laptopgebruikers die geen USB-C hebben, kunnen deze kabel gewoon in deze converter pluggen. En deze converter gaat vervolgens de laptop in, waarna die inderdaad monitor, toetsenbord en muis in één keer aan kan sturen. Stroom wordt nog wel losgeleverd via de oude adapters die nog onder het bureau zijn gemonteerd. Ondersteunt je laptop wel USB-C, dan krijg je dus alles via deze ene kabel. En sluit je alleen die aan 's ochtends vroeg en ben je voor de rest van de dag helemaal klaar. Nou klinkt deze setup helemaal perfect, maar zonder hiaten is die zeker niet. Op een gegeven moment heeft Apple een software update uitgebracht voor hun MacBooks en toen ondersteunden ze die Kensington dock in één keer niet meer. En het heeft bijna 2 maanden geduurd voordat daar een oplossing voor was. Ook maak ik het regelmatig mee dat mijn Windows-machine de docking station niet herkent. En dat betekent dat ik 's ochtends mijn laptop even opnieuw moet opstarten. Het bijzondere is dat we daar met Chromebooks geen last van hebben gehad. Die werken eigenlijk iedere keer naadloos samen met deze docking station en deze oplossing. Dat die Kensington dock zoveel problemen gaven is wel de reden geweest dat we bij Spindel niet voor deze docking stations hebben gekozen, maar voor Dell USB-C docking stations zijn gegaan. Het nadeel daarvan is dat ze niet hybride of eigenlijk geschikt zijn voor die oude wereld.
Heel veel collega's hebben geen USB-C-aansluiting, trekken dus de kabels uit die dockingstation en sluiten handmatig de werkplekken aan. En dat is eigenlijk heel erg jammer. Voor de nerd van Spindle is dat niet erg. Die zijn gewend om hun eigen werkplekken aan te sluiten en die wisselen veel minder vaak van werkplek. Maar bij Voice zou dit absoluut geen optie geweest zijn. Heb je dus een oplossing nodig voor nu die nog te gebruiken is in de oude wereld, dan is die Kensington Dock een goede oplossing. Ik geef het een 7. Wil je echt klaar zijn voor de toekomst en heb je alleen maar USB-C devices, dan kun je beter voor een Dell USB-C dock gaan. Die zijn veel stabieler gebleken in de praktijk en daarmee wat geschikter voor een zakelijke omgeving. Overal zijn we heel tevreden over onze huidige werkplekken en ik hoop dat dit je heeft geïnspireerd om ook eens aan de knutselarij te gaan met je eigen werkomgeving. Ik ga weer aan de slag, tot de volgende keer.